Oké, hallo en welkom bij Karon Park, aflevering 47. Karon Park, het park waar we proberen om aan de hand van de in 2020 aangepaste Karon van Nederland de 50 belangrijkste punten uit de Nederlandse geschiedenis die je zou moeten kennen, volgens een groep onderzoekers. Daar proberen wij in Planet Coaster een park van te bouwen. We hebben hier zo'n uitzicht op de vorige aflevering, of vorige tegel, aflevering 46. Met kolen en gas. Dat was het. Er staat geen. Degene die de aflevering hebben gezien, die weten inmiddels, of die weten. Er stond toen in de middle of nowhere. Ik heb er een bos omheen gebouwd. Dingetjes zijn aan veranderd. Er zijn nu lichtjes. Ja, het is een mooi homogeen deel van het park geworden. En homogeen wil niet zeggen dat er geen homo's zijn, maar dat het er netjes bij past. Ook dat we gaan van ja, relatief 19e, 20e eeuw en dan gaan we door naar het koloniaal plateau. En dat vormt een mooi brugje naar de aflevering van vandaag. Want we gaan het hebben over de voormalige Caribische koloniën. Dat nu bijzondere gemeenten van Nederland zijn. Dus, we blijven even een minuut of twee, drie hangen hier. Volgens mij heb ik al eerder gezegd dat aan Frank een. Oké, niet meer. Volgens mij was Anne Frank een echt geldverslindend monster. Zeg ik in de volgende aflevering, misschien in de volgende wel, maar ik heb daar voor de rest eigenlijk geen aandacht aan besteed. Even kijken. Sometimes die boekt wel winst, maar de kaartjes wil ik gewoon zo goedkoop mogelijk houden. Het geruis van de bomen in de ochtend als het regen. Tweede Wereldoorlog die boekt geen winst. Moet je hem duurder maken? Ik bedoel, hij boekt niet veel verlies. Beemster is een klassieker. En dan staat de Beemster. Is dat goed te maken? Ja, ze vinden de benen zo goedkoop. Dus we horen het bijna naar 12,50. Geldt dit ook voor de Tweede Wereldoorlog? Ja, ook die prijs erover naar 12,50. Hugo de Groot. Ooit stond hier een wachtrij. Ik kan het niet zien. Die wachtrij is nu weg. Ja, Hugo de Groot. Wat ik na al deze jaren Johan Oldebarneveld nog wel goed doet. Nee, die kost nog maar 6 euro. Staat hij op de lijst van winst? Staat hij op de lijst van verlies? Volgens mij hebben we wel nu al meteen resultaat. En die dingen die van ook gaan, kom terug. Terug in Jok. Ja, attractions and shops, the last one profit. Profeet van de afgelopen maand. De Bimster, Hugo de Rood. Willem de Zwijger, de geloof ik ook wel. Zouwburger, geloof ik ook wel. Rembrandt, de Eerste Wereldoorlog, de Atmos van Muurblauw, Erasmus. Ja, dat zijn allemaal. Het carousel die kost niet eens geld. Of tenminste, om erin te komen. Dat zijn van de gratis attracties. Het is een stemming. Haven van Rotterdam. De Patriotten. Kost 15, maar vinden ze nog goedkoop of. Nee, dat is in een galerij kwijt. Quick. De watersnood, ja.
Zullen we de prijs niet zeggen? Dus, ja, gaan we naar 12,50. Ja, 12,56. Dat is heel specifiek. 12,50. Kolen en Gaas, nou, die hebben nooit een bezoeker ontvangen, voor zover ik weet. Sinaas en Michiel Druijter, Kinderweg van Houten. Indonesië, die gastarbeiders, Anton de Kom. Ja, dat zijn allemaal van die vaste attracties, daar kunnen we weinig mee. Nou, hopelijk het financiële probleem een beetje te hebben verlicht, dan wel ondervangen. Ondervangen hoop ik zo te zien. En gaan wij zonder enige omhaal, na 6 minuten inmiddels in het filmpje te hebben gezeten, door naar de volgende tegel. Oftewel, het Caribisch gebied. Ik zie jullie zometeen na de speedbeeld weer terug. Op 25 november 1975 werd voor het laatst de Nederlandse vlag gestreken en verkreeg de laatste grote kolonie van Nederland de onafhankelijkheid. Suriname was vanaf 1954 al geen kolonie meer, maar een land binnen het Koninkrijk. Na de Tweede Wereldoorlog lieten steeds meer Westerse landen hun kolonies los of veranderde hun status. België verleende in 1960 al de onafhankelijkheid aan Congo. Frankrijk was gedwongen om Algerije en andere Noord-Afrikaanse kolonies te laten gaan. Andere gebieden als Frans-Guyana werden opgenomen bij Frankrijk. Groot-Brittannië behield een klein deel van zijn voormalig enorm koloniaal rijk en richtte een gemene best op. Hoewel de regering in Londen niets meer te zeggen heeft, is de Britse Queen nog altijd de koningin in 17 landen. Tussen de voormalige kolonies is een groot verschil in staatsvorm en stabiliteit. Congo raakte al snel uit controle en er braken burgeroorlogen uit. Suriname kreeg te maken met een militaire dictatuur. Bovendien ontstond er vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname een vlucht van inwoners naar Nederland. Ruim 300.000 Surinamers besloten hun kans te grijpen in Europa. Wat er nu nog rest van het voormalig koloniaal rijk van Nederland zijn de Caribische eilanden. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en het uiteindelijk met de Franse gedeelte Sint Maarten. De kleine eilanden zijn door de verovering in de 17e eeuw in Nederlandse handen gekomen en liggen verspreid door het Caribisch gebied. Er wordt onderscheid gemaakt door de eilanden beneedwinds en bovenwinds te noemen. De eilanden vormen sinds de decolonisatie een lastig vraagstuk en de relatie van de eilanden met Nederland is minstens zo moeilijk. De eilanden zijn te klein om hun eigen belangen te kunnen behartigen. Maar Nederland wil ze niet als een blok aan de been, net zo min als dat de eilanden en hun regeringen bemoeienis dulden uit Nederland. De eilanden hebben elk hun eigen cultuur gebaseerd op hun eigen inheemse beginselen en door slaven meegenomen gebruiken en Nederlandse invloeden. Een groot deel van de economie rust op toerisme, al hebben sommige eilanden, zoals Curaçao, een neveninkomst uit bijvoorbeeld de raffinage van olie. De relatie met Nederland is meerdere malen aangepast. Zo had Aruba een status aparte binnen het Nederlandse Koninkrijk en het land van de Nederlandse Antillen. Dat wilde zeggen dat ze anders behandeld werden en wensen te worden dan de rest van de Caribische eilanden. In 2010 worden de regels allemaal aangepast. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius
zijn veranderd in bijzondere Nederlandse gemeenten. Ze maken dus formeel onderdeel uit van Nederland, al worden ze als apart aangeduid. Vandaar de titel. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk en hebben een eigen regering die wordt geleid door de koning, door middel van een gouverneur. De Nederlandse regering behoudt echter de regie. Dit komt niet zelden tot botsingen over bijvoorbeeld budgetten. Als de schulden uit de hand dreigen te lopen, wil de Nederlandse regering wel helpen, maar vaak in ruil voor veranderingen in bestuur. Iets wat op de eilanden als neocolonialisme wordt opgevat. De relatie blijft echter bijzonder goed en tussen de eilanden en Nederland bestaat een uitwisseling van arbeidskrachten, kennis en bovendien gaan veel Nederlanders graag op vakantie naar de eilanden. Veel koloniale rijken zijn begonnen met de roep dat het moederland een plaats onder de zon verdiende of moest hebben. Nederland heeft deze overblijfselen nog in de vorm van de Caribische eilanden. Ik ben er een aantal jaren terug zelf op vakantie geweest, op Curaçao wel te verstaan, en was verrast door de vreemde mix. Ergens was het Nederlands. Ik betaalde mijn guldens, sommige plaatsnamen zijn Nederlands. Er wordt Nederlands gesproken, voor wie wil. Maar het was ook weer niet Nederland. Ik heb toen een bezoek gebracht aan het landhuis De Knijp, waar ik werd rondgeleid door een vriendelijke man, een afstammeling van slaven, die mij les gaf over de slavernij. Toen waren het de Nederlanders, nu is het de Isla, zei hij over de onderdrukking. De Isla is een grote raffinaderij, of olieraffinaderij, op Curaçao. Een verouderd fabriekscomplex waar lokale mensen voor een hongerloontje aan de slag kunnen. Al met al is er dus weinig veranderd tussen toen en nu. Nederland blijft de baas. Ik heb me echt laten leiden door Curaçao als grootste van de eilanden. Het bekendste beeld van Curaçao zijn de gekleurde huizen in Willemstad die zich op Punda bevinden. Dit is het beeld dat de meeste mensen in Nederland voor ogen staat als het over het Caribisch gebied gaat. En de Kaon gebruikt deze ook als vensterplaat. De huisjes vormen het omhulsel van de attractie. Ik heb als attractie gekozen voor de Scissor. Een klassieke kermisattractie die met vele lichtjes feestelijk aandoet. Want als er nog iets is wat de Nederlanders associëren met het Caribisch gebied, dan is het Cozoma Carnaval, vrolijke muziek en wervelende kleuren. Nu gaat er in de relatie tussen de eilanden een hoop spanning en onderdrukte gevoelens om. Maar laat ik deze attractie en aankleding een liefdesbrief noemen aan het meest smaakvolle en het meest vrolijke deel van een koninkrijk. Oké, hallo en welkom weer terug. Ja, wat het is wel geworden wat ik ervan wilde. Ik heb een foto gedownload, ja, ik heb gewoon gedownload, gewoon gegoogeld, huisjes, Curaçao. En dan zie je dat beeld vanzelf. Ik bedoel, als je nieuws hebt over Curaçao, dan zie je dat beeld.
En het is ook het frontpostertje in de KLM van Nederland, of op de website ervan. En terwijl jullie niet wisten, heb ik hier daarvoor de ruimte opgemeten. Dus als het goed is, moet daar precies passen. Goed, rijdt, blauwprint. En dan moeten we 8 min donker of 12 min donker. Dan moeten we dus op zoek gaan naar donker. Nee, dat is Johan. Daar is Napo. Spinozo. Ik weiger het in te typen. Ik zag hier in mijn gezicht. Die Caribbean gebieden. En een hoop Duitsers die krijgen een koppijn aan me nu op te zeggen. Volgens mij is het daar. Die daar zie. Ik zou zeggen, het past, maar daar is ook alles mee gezegd van. Sorry, ik moet even het lichtje aanzetten. De setlighting. 10 Arie Meijer. Ja, dat is perfect, perfect, perfect. Kunnen die palmbomen natuurlijk zo meteen nog een stukje naar voren plaatsen, hè? Ja, mijn telefoon gaat af. Oké. DJ aan de radio heeft mij wel gezegd, als de telefoon afgaat tijdens de uitzending en het is berichtje, dan moet je wel vertellen wat het is. Dus ik geef je een idee. Wanneer ik dit aan het opnemen ben. Het EK is gisteren begonnen. Pieron kijkt op het kanaal. Ziet dat ik helemaal niet schreef om het EK. Wat er wel gebeurd is. Het is vandaag de tweede dag. En tijdens de wedstrijd Denemarken-Nederland. Zo, Denemarken-Finland. Is Eriksen in elkaar gezakt. En gereanimeerd op het veld. En daarvan krijg ik nu dus een bevestiging binnen dat hij gestabiliseerd is. 2 maal. Dus goed nieuws. Ik hoop om, ik geef geen ene rol om voetbal, maar ik hoop om dat hij herstelt. Nou. Kijk eens. Neer is een plantje er binnen. Even kijken, is dat hier? Ik zat aan de voorkant. Ja, daar komt wel een plantje er binnen. Maar zoals ik al zei, dat is gewoon een kwestie van die even naar voren toe halen. Welkom. Skizzer. Nee. Caribisch gebied. Is ook het Caribisch? Nee, het is Caribisch gebied. En dan deze eindje naar voren. Ja, nou, jongen, ik moet zeggen, het ziet er goed uit. Goed. Place your entrance. Place your exits. Connect your entrance to the pot. Ik wil wel doen. Dit wil ik een beetje zo hebben. Zodat de scheiding is natuurlijk hier eigenlijk.
de themascheiding. Zou ik? Het eerste pad en misschien wellicht iets voor de halve aflevering. Ik loop wat te vaak te treuzelen, dat geef ik eerlijk toe. Zo Heartworm Molecule of... ja, deze. Hij hoeft niet lang te zijn hoor. Oh ja. En dan hier zo. Hetzelfde pad als wat hier loopt. Dus Colorful Bricks. En dan moet hij maximaal 4 meter zijn. Zo hier aanslaan? Ja. En kijk, curb some ground path. En die railing mag wel blijven. Oh, dit komt perfect uit. Kijk eens, hij gaat hier zo precies omhoog. Geweldig. Goed, dan gooi je hem open. Waarom conservatie druk? Ja, ik weet wel waarom conservatie druk. Poei! Vuurwerk, een nieuwe attractie erbij, aflevering 47, attractie nummer 47. Wat voor muziek zullen we erbij doen? Dat is My Friendship Drive Engaged. Nee, die ken ik. Ik zoek iets, iets Caribisch. Octopus Rock. Geen idee. Kan me ook niet horen. Nee, Friendship Drive Engage, dat zegt die ken ik. Dus dat is wel mooi oefenen, maar die gebruiken we hier. Die van hier. Meteen verhaal eruit. Friendship Drive Engage. Ik bedoel, we hebben het water een beetje getemd. En dan leven we toch weer in harmonie met het water. Maar dat is een ander verhaal van een andere attractie. Intussen. Ja, dan hebben we het niet in de nacht kunnen zien. Ah, tuurlijk kunnen we het in de nacht zien. Bomen naar voren toch, man. Ja. Toen kun je het laten zien. Toen hoef ik alleen maar te zeggen dat het verandering 10 vitamines. Beetje disco. En een afvoer van 4. Oh ja. Prachtig. Nou, de tijd is onderhand een beetje op. Niet alleen dat, ik zit te luisteren, ben aan het spelen met de deur dicht om ergens geven buren een feestje, en ging naar de kinderen. En ik merkte de vorige keer al, ik had een airco op mijn kamer gestaan, die was heel goed hoorbaar. Dus daar heb ik de deur mee dicht gedaan, met als gevolg dat de temperatuur in mijn kleine kantoortje nu flink aan het oplopen is. Dus, zonder omhaal. Nou hoor, woord voor Amerika dan maar.
Die muziek past er absoluut niet bij. Nee, we gaan nu echt afsluiten. Even kijken, er staat weer een halve aflevering gepland voor aanstaande zondag. Volgende week dinsdag komt er weer een nieuwe aflevering. Dan zijn we toe aan aflevering 48. Dan hebben we nog maar 3 te gaan. 48 is Srebrenica. Srebrenica. Ik moet oefenen op je uitspraak. In ieder geval het trauma meer of meer voor de Nederlanders. Voor de Nederlandse defensie. Met uitzicht op een Caribisch gebied waarvan ik denk van we gaan het meer uitbreiden. Zie ik jullie dus dan hopelijk weer terug. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe.